In Kenia werken we op basisscholen in verschillende delen van het land. Samen met lokale organisaties en de overheid zorgen we voor schoon drinkwater en goede toiletten. Ook geven we voorlichting over hygiëne, zodat we ziektes als cholera kunnen terugdringen. The school was established over 30 years ago and it has gone a long way up to today. In 2014, the Docas International brought us the shallow well and it has helped us a lot. Before that, we used to bring water from the streams around. The pupils, they carry the empty jerry cans when they come in the morning and they carry back water in the evening to be used because the water here we say is safe water. Op de basisscholen zetten we waterpompen neer en bouwen we toiletten. Ook zorgen we voor plekken waar de kinderen hun handen kunnen wassen. En helpen we de kinderen op weg met een hygiënische en gezonde levensstijl. We advise our children not to visit the toilet barefoot. And also we encourage our children to put on warm clothes when it's cold to avoid diseases and also to drink clean water. We keep watch when they are eating and we instruct them to wash their hands before they eat. Sommige kinderen kunnen naar deze scholen dankzij hun sponsors uit Nederland. Een mooi voorbeeld zien we in Loiktokitok, in het uiterste zuiden van Kenia. Hier leven nog veel Maasai-stammen, te midden van leeuwen en hyena's. Het is ook een gebied waar de afgelopen jaren veel is veranderd, maar waar tegelijkertijd eeuwenoude tradities nog aan de orde van de dag zijn. Niet al die tradities zijn even gezond. Sommige meisjes worden bijvoorbeeld al op hun 12e uitgehuwelijkt, waardoor ouders het nut er niet van inzien om hen naar school te sturen. Wij doen ons best deze meisjes toch op school te krijgen, waardoor ze een heel ander soort leven tegemoet gaan. Op deze manier werken we tegelijkertijd aan het voorkomen van vrouwenbesnijdenis. Zo werkt Dorcas aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten. Doe je mee?